ik zal u eens even wat vertellen. Wij krijgen natuurlijk ongelooflijk veel post en heel veel mensen doen ons ontzettende leuke ideeën aan de hand. En zo kreeg ik een brief van Rinus Razenberg, dierenarts uit Roermond. Met een gemengde praktijk, schrijft hij. Elke dag maak ik iets bijzonders mee en het werk is daarom zo boeiend en afwisselend. U weet dat ongetwijfeld. Soms nemen zaken een onverwachte wending. Dat is dan ook de reden dat ik u schrijf. In juli 1986 kwam de heer K. te Roermond met zijn 9-jarige reu, een heidewachtel, dus een jachthond, op mijn avondspreekuur. De hond had al maanden last van braakneigingen en braken. Er werden röntgenfoto's gemaakt en hierop werden enkele metalen voorwerpen waargenomen. In overleg met de eigenaar werd besloten tot de operatie van de maag. En toen? Wat vond u toen, meneer Razenberg? Nou, ik heb die hond geopereerd. Ja? En tot mijn verbazing, of verbijstering mag ik wel zeggen, vond ik daar 3 ringen in. Ja. Nou is dat geen uitzondering, wij vinden wel eens meer wat voorwerpen die door een hond worden ingeslikt. Ja. Maar dit waren 3 gouden ringen, 1 sierring en 2 trouwringen. Hebt u ze bij u? Die heb ik wel bij me, ik zal ze direct even pakken, maar ik zal mijn verhaal even vertellen. En ik heb die hond had ik geopereerd en die man die zei, nou dat is interessant. Hij zei, die ringen zijn van mij. Ja, dat is leuk en aardig, maar daar komt niks van in. Ik zeg, die hou ik hier en die zijn waarschijnlijk van iemand anders. Ja, ik zou persoonlijk ook denken, ze zitten in de buik van mijn hond, in de maag van mijn hond, dus mijn hond zijn van mij. Ja, dat klopt ook. Die man heeft mij naderhand een advocaat in de arm genomen. Ja. Heeft mij een brief geschreven en het is tot een gerechtelijke procedure gekomen. En die man die wilde die ringen. Ja. Hij zei, ik heb de operatie betaald, ik heb de opdracht gegeven, dat zei ook de advocaat. Waarop ik zei, sorry, u heeft mij gevraagd om uw hond van die braakneiging af te helpen. En ik heb daar als dank voor gekregen natuurlijk de rekening die betaald is, dat heeft die man keurig netjes gedaan. Maar daarnaast de hoop troep die uit de maag komt en als toeval heb ik daar een paar ringen ontdekt. Ja. Nou, die advocaat die zei, nee, ja, die stond toch met zijn mond vol tanden. Maar daarbij, wat bijzonder belangrijk was, daar zaten wat initialen in die ring stonden er. Slecht te lezen weliswaar, maar vooruit. En die man zei, ja, die ringen zijn van mijn familielid, die is een sierring kwijt. En ik ken nog wel iemand, zei hij. En die man stond te liegen, dat was duidelijk ook voor de rechtbank. Maar die hele lachbare, hoorde mijn verhaal aan, die rechter. Ik zeg maar, de belangrijkste reden is dat ze niet van hem zijn. Maar dat ik een goed bewijs heb dat die ringen aan mensen toeboren in Nederland. Want? Hoe kwam u daar nou op? Nou, ik zeg, man. Omdat het een jachthond is. Die man die was een goede vriend van me, was het aanvankelijk. Ja. Ja, nu nog wel, maar. Nee, maar laten we het dus over die hond hebben. Dat was een jachthond. Ja. En die man die jaagt. Die jaagt in de Betuwe, waar. In de Betuwe zeg ik al, in de Peelgebied. Ja. En in de Veluwe. Die man wordt regelmatig uitgenodigd en gaat mee op jacht. Wat gebeurt er nou? Die mensen die jagen op patrijzen, op eenden, kraaien en eksters. Nou, u weet allemaal dat. Die eenden, die patrijzen, die worden naar de poelier gebracht, die brengen geld op. Maar die kraaien en die eksters, dat is afval en die hond eet die op. Ja. En omdat elke keer dezezelfde man, een hoge Piet moet ik zeggen, in Roermond, ik zal zijn naam niet noemen. Elke keer wordt hij uitgenodigd en hij krijgt die beesten die worden opgegeten. Ja. En neemt ze zelf mee naar huis. Nou, eksters, die jatten, goud. Gouddieven, zeg maar. Ja. Ja. Nou, die worden dus afgeschoten. Ja. En vervolgens smikkelt die hond? Nou, die hond is getraind om, zoals hij eenders en patrijzen brengt, ook kraaien en eksters. Alleen, ze zijn niks waard. En hij mag ze opeten. Ja. En nou is het meestal het geval dat de hond, wanneer hij iets inslikt, dan poept hij het ook meestal de volgende dag weer uit. Maar omdat dit een echte vleeseter is, die grote stukken opeet, zakt dat uit. Ik heb ook een foto meegebracht, misschien is hij in beeld. Ja, hier deze. Dan kun je duidelijk zien dat die ringen naar beneden zakken. Ja. En dus geen kans zien om naar buiten te gaan. Ja. Dat zie je bij koeien ook. Daar zit soms een hele emmer zand zit in die lepmaag of in die maag. Ja. Dat zakt naar beneden en dat komt er niet meer uit. Maar nu, die rechtszaak. Want die rechter heeft voorlopig een unieke uitspraak gedaan. Die heeft u tot 1 mei de kans gegeven om de wettige eigenaars op te zoeken van die ringen. Ja. Om zodoende uw bewijs te krijgen. Dat is heel uniek. Dat is uniek. De rechtspraak in Nederland. Nou, ik heb al zonder advocaat heb ik die zaak geregeld met mijn gezonde verstand en die rechter heeft ernaar geluisterd. Moet u luisteren? Wat hebben we? Laat nou eerst eens even die ringen zien. Die zal ik eens laten zien, want die heb ik bij. Houd ze maar in zijn zak. Het is zo dat die rechter die heeft gezegd: zoek die mensen op. Ja.
Nou, u heeft daar een kaart in uw handen. En ik heb de ringen hier. En u kunt ze zelf bekijken. Oh, ze zitten er echt in. Ja. En deze vogels, die hebben een... Nou. Een hoe noemen ze dat? Een biotoop. Een biotoop. Een territorium. Een territorium. Ja, ik doe de wildernis. Dat is ongeveer bereikt dat een straal van 30 kilometer zo in de grond. Nou, wacht even. We hebben allemaal dingen tegelijk. Hier leg ik eerst. Dit is opsporing verzocht. Ja, maar daar doen ze misdrijven. En dat heb ik ook geprobeerd. Want mijn advocaat heeft gezegd, je moet toch proberen Nederland te bereiken. Tuurlijk. En Nederland bereik je via de televisie. Via de televisie. En via dit programma. En via dit programma. Nou, keurig. Kijk, twee trouwringen liggen hier. Keurig. Zonder inscriptie. Nou, het is, ja. En een heel leuk, schattig, gouden ringetje met een even gouden roosje erop. Alsjeblieft. Voor mij hebben ze geen waarde, natuurlijk wel iets. Nee. Ze zijn niet van de eigenaar, ze zijn van mensen. Maar kijk eens. Zit er nou helemaal niks in? Nou, ik zal eens kijken. Hier staat. Oh, neem de kaart. Wacht even, ho. Hier kan u. Ja? Ja, als u nou kijkt. Ja, maar dan... wij kijken bij de televisie met het oog van de camera. Hier, meneer Haasmerk. Kijk eerst eens naar die. Oh, die willen ze zij zien. Zij kijken. Ja, zij kijken. Ze willen ze zien. Ja, goed. Zij van thuis. Neem maar mee, kijken. Neem maar mee. Wacht even. Ja, dan. Maar wat staat erin dan? Nou, daar staan een paar inscripties in. Ja? Nadat u eerst, moet u de mensen in Nederland oproepen, dus. Hebben we al gedaan, heel graag. Voor 1 mei. U heeft ook uitgelegd. Voor 1 mei. En nou, waar naartoe moeten ze dan naar? Schrijven naar. Oh, dat komt nog allemaal. Oh, komt dat. Want u denkt, volgens uw theorie, heeft die ekster, of die eksters, die hebben tussen Eindhoven, Venlo, Zwolle en Utrecht gevlogen. Wel, ja, daar kun je natuurlijk ook. Of niet? Ja. Ja? Die hebben een gebied wat ze bestrijken. Ja? Ik heb ook een man meegebracht die daar. Nou ja, ik kan niet voor de camera. Nee. Ik had die man meegebracht, dat is een jager en die heeft daar verstand. Maar die extra die bestrijken een gebied, een straal van 30 kilometer. Dus rondom de Veluwe en rondom de Peel. Nou, het kan toch ook zijn ook dat iemand gewoon een leuk huisje wel tevreden heeft gehuurd daarin de Peel. Dat kan. Iemand die uit Groningen komt, die kan ook wanneer die. Precies. En er zijn genoeg mensen in Nederland die een ring kwijt zijn. Nou, goed. Ik heb Opsporing Verzocht doet dat heel goed en goed serieus. Die laten dan bam die dingen zien en dan roepen ze erbij wat erin staat. Moet u nou ook even. Nou, ik doe gelijk een test op uw gezichtsvermogen. Ja? Nou, ik zou zeggen. Nee, af! Oh! Sorry, meneer Haasmerk. Maar hij moet daar blijven liggen, anders kunnen zij niet zien. Oh, ze kunnen het niet zien. Ja. Ja, goed. U bent vast een goede dierarts. Jawel. Weet niks van televisie. Nou, wij doen ook al. Met de mensen moeten wij proberen goed om te gaan. En ja. Vele mensen hebben nogal eens emoties en daar moeten wij mee om leren gaan. En, mensen moet je soms in de waan laten, zeker wat het betreft de dier, wanneer er wat mankeert. Dat is een spel wat je soms moet spelen. Maar goed, wij gaan weer terug. Wij gaan de wettige eigenaars meteen openmaken, moet ik hier iets. De wettige kijk nou eerst eens of u het kunt lezen wat erin staat. Nee, dat heb ik net gekeken, dat kan ik niet lezen. Nou, eens kijken, wie kan dat dan? Eens kijken, komt u eens. Mag ik iemand vragen? Wie dat wel kan, wie heeft goede ogen? Lees die eens, bijvoorbeeld die. Ja. Maar u hebt het toch al op een papiertje, of niet? Ja, maar ik kan dat ook niet. Nee, ik heb hartstikke slecht. Ik heb mijn bril ook. Mijn ogen zijn wel goed, maar mijn armen zijn te kort, helaas. Nou. Juf, kan het iemand anders? Staat het daar niet in? Nou, hier staat. Ja, maar ik weet niet de volgorde. Vraag de juffrouw eens. Die heeft u goede ogen? Leest u die ring eens? Dat mag toch even in het programma? Ja. Als u slechte ogen heeft, dan. Nou, goed. Nou. Wat staat er? Nee. Wacht even. Tinus, 1487. Tinus, 1487. 1 april! Echt waar? Denkt, u heeft een grote mond op de tv, altijd aardig, maar ik denk, ik pak u terug. U pakt mij terug? Ja. En u heeft al een paar weken deze brief in huis. Ja. En u bent niet op de gedachte gekomen. Nee. Maar troost u, ja? Ik heb verschillende mensen in Nederland gevraagd, zelfs advocaten, en zelfs die mensen trappen er toch nog in. Ik ben er hartstikke ingetrapt. Nou, schijt. Nou, u zult ook nooit gaan echt scheiden. Ik geloof nog steeds dat vrouw. Ja, maar. Nou, wacht even. Dan ben ik op de zolemieter niet geloof.
Honden eten geen eksters. Eksters eten geen ringen. Is het soms 1 april, een vriend. Nou, u bent er goed. U hebt de boel zitten persoonlijk. Ja, zeker, zeker. Echt waar? Gewillig.